Neolicious? Wat doe je hierboven? Ons vliegtuig vertrekt over 5 minuten. Ik kwam gelukskaarten zoeken. Je kunt het huis niet uit zonder. Hoorde ik je net Neon Kitty roepen? Ah! Je bent toch niet van plan om haar mee te nemen naar New Fab City? Nee. Knuffeltje. Ze weet in de andere meisjes zullen het niet begrijpen, maar je gaat, mijn schatje. Flygirl hier, welkom aan boord bij BB Air. Waar de stoelen extra zijn, de snacks extra zijn, de badkamer extra is. Het is zo geweldig dat Lady Diva haar eigen jet heeft. En haar eigen piloot om te vliegen. Echt spannend om mijn zus mee te nemen op haar eerste reis naar New Fab City. Dat vind ik nou ook. Deze reis wordt geweldig. Kun je geloven dat ik het Freestyle Rap Festival open? En ik ben de DJ. Oh, ik wou dat jullie me konden zien staan in het Fab City Stadion. Ik zou er graag bij zijn, maar je weet dat ik dan aan de andere kant van de stad de muziekproducer van het jaarprijs krijg. Hoe zit het met jouw optreden, Neonlicious? Je hebt ons er niet veel over verteld. Nou, City Babe vroeg me om alle make-up te doen voor haar Fashion Week show. En ze wil me in de show om een van haar nieuwe streetwear looks te dragen. Ja, meid. Wow, jij op de catwalk? Hoe glamorous is dat? Ja. Ja. Geweldig. Als je graag voor een heleboel mensen staat. Zo blij dat je er bent. Nog wat informatie nu onze vlucht vertrekt. Kijk, come on, baby's, laten we het goed doen. Hou je gordel vast tijdens de vlucht. Je weet wat te doen als je het lichtje ziet. Ik vertel dit 1 keer, zo zit het. Steek het lipje in de gesp, zit neer en chill. Oké. Okay. Applaus voor Flygirl. Ja. Ja, meid. Hey, hou je hakken bij je. Ga ik voor de super salty snack starvaganza of de curated cookie collection? Kijk, de El Mondo Canyon. Ik weet dat de akoestiek daar amazing is. Attentie, Queens. Vanwege de drukte op New Fab City Airport wordt de landing uitgesteld tot... totdat de andere vliegtuigen van het asfalt af zijn. Oh, ik moet op tijd naar de modeshow om te oefenen. Want ik heb geen idee hoe ik moet lopen of pruilen. Oh, je moet kalm blijven. Ik weet het. Even kijken hoe het met mijn lieve meisje gaat. Oh, nee. Wat is er, Neonlicious? Niets. Ik kan alleen mijn, waterproof beret niet vinden voor dat onvoorspelbare weer in New Fab City. Baret! Waar ben je? Kleine hagen, schattige poesvormige baret! Oké. Neonlicious, rustig. Je hebt nu geen waterproof baret nodig. Maar ik kan nu wel een waterproof tijdschrift gebruiken. Neon Kitty. Neonlicious. Heb je Neon Kitty meegenomen? Ja. Waarom? Ik wist dat dit zou gebeuren. Die kittypoes had geen toestemming om op te stijgen. Ik weet dat jullie het niet snappen, maar ik ben een beetje bang voor dat hele modelwerk.
Ik ben het niet gewend om voor veel mensen te staan. En ik dacht dat, als Neon Kitty bij me was, door haar in de buurt te hebben, voel ik me altijd beter. Je hebt gelijk. Vrienden kunnen je door moeilijke tijden helpen. Ja, ik zeg het je. Er is niks aan om voor een stel mensen te staan. Weet je wat ik doe? Ik stel ze voor met lippenstift op hun tanden. Ik doe dat en ik ben nooit nerveus. Echt? Werkt dat? Ik doe alsof ze net uit bed haar hebben. Werkt elke keer. Weet je, ik word soms nerveus als ik aan het werk ben. Maar ik haal diep adem en zeg tegen mezelf dat het oké is. Het is niet dat ik iets ingewikkelds doe, zoals een vliegtuig besturen. Oh, wacht. Wat dat betreft, ik moet terug naar de cockpit. Ik hou van de automatische piloot, maar... Het punt is... Wij geloven allemaal in jou, Neonlicious. Dus het enige wat jij moet doen, is in jezelf geloven. Weet je wat? Ik denk dat ik het kan. Maak het gangpad vrij. Alle baby's, Neonlicious mag nu vrij door de cabine bewegen. Woehoe! Kom op! Yes! Oh, heel goed, Neonlicious. Je bent zo klaar om te strutten. Dat klopt. We zetten de kat in de catwalk. Attentie, passagiers. We beginnen nu aan onze afdaling naar New Fab City. En dankzij BB Air zijn we maar 5 minuten te laat. Oké, dan. Oké. Ja. En dankzij al mijn BFF's ben ik er klaar voor. Hey, Neonlicious. Moet je zien. Mijn vriendin Sunset komt naar de stad en zij houdt van cupcakes. Sunset, de reizende vlogger en totale strandkoningin? Oh, love haar! Ik ook. En ik zat te denken, als ze nou eens zou vloggen over het restaurant van het House of Surprises. Wauw, dat zou echt geweldig zijn. Hey, Queen Bee. Wat ben je aan het doen? Nog even over Sunset. Haar kanaal is super cool. Dan stromen de klanten binnen. Ja! En we kunnen allemaal aan Sunset's vlog meedoen. We hebben zoveel talent in huis hier in het House of Surprises. Moeten we gebruik van maken. Hey! Zwembadservice. Bedankt, Neon Kitty. Ik heb een verrassing voor jou en iedereen. Mijn vriendin City Babe komt naar Glitter City. City Babe? Je bedoelt de pittige modeontwerpster en geweldige fotograaf? Ja, haar foto's zijn top. Ik heb een idee voor een kunstwerk. City Babe neemt foto's terwijl ik een schilderij maak. We laten mensen zien hoe kunst ontstaat. Te gek! En je kunt mijn portret schilderen. Ik gebruik het op de t-shirts voor mijn Slay the Day Away Tour. Huh? Oh, dat is vast City Babe. Wow! Sunset is gearriveerd. Royal B, kom eens hier. Welkom in het House of Surprises, Sunset. Maak kennis met mijn meiden. Swag, Lady Diva en Neonlicious. Oh, ik moet jullie allemaal knuffelen. Ik was onderweg van BFF Beach naar Sunny Shores. Duidelijk, ik hou gewoon van het strand. En Royal B vroeg me om langs te komen, dus natuurlijk kom ik langs. Ze is tenslotte Royal B. Jij hebt een vriendin uitgenodigd dit weekend? Ja, ik... Swag, swag, swag! Fijn je weer te zien! City Babe, zo blij dat je er bent. Je moet iedereen... Oh, ik ken ze al. Wie kent ze niet?
De geweldige Royal Bee, de fantastische Lady Diva en superleuke Neonlicious, die het echt geweldig deed in mijn modeshow. En, wie ben jij? Sunset. Hey, jij ziet er bekend uit. Ken ik jou ergens van? Wacht! Ik heb een fotografisch geheugen. Childonia, internationaal vliegveld, souvenirwinkel. 8 maanden geleden. Oh, je zag er zo cool uit. En je had een nekkussen en een strandsneeuwbol gekocht. Wat een beetje gek is, want op welk strand ligt sneeuw? Ik weet het, maar kijk, er is zelfs een woestijnsneeuwbol. Oh, je hebt ook een vriendin op bezoek. Nou, dat is geen probleem. Sunset gaat een vlog filmen in het restaurant. Dus we komen allemaal in de video. Wat? City Babe gaat een fotosessie met mij doen, terwijl ik Lady Diva's portret schilder. Oké. Geeft niks. We kunnen nog steeds onze video maken. Het House of Surprises is groot genoeg voor iedereen. Kom je mee, Neonlicious? Nou, we kunnen beter beginnen. Nu weet ik wat Queen Bee aan het doen was. Nog één. Mooi! Nu zie ik echt je creatieve proces. Pardon, we moeten onze video hier gaan filmen. Het restaurant is te druk. Hoe werkt het als we beide slechts een paar meter uit elkaar filmen? Kijk, nu merk je niet eens dat we er zijn. Oepsie! We zijn hier in het restaurant van House of Surprises met chef Candylicious die haar wereldberoemde cupcakes maakt. Oh, wat is die lekkere smaak die je aan het maken bent? Mijn super heerlijke red velvet. Of super heerlijke green velvet. Oh, deze zijn niet klaar voor een close-up. Je kunt beter opnieuw beginnen. Oeps, ik spoot iets te ver. Dat deel doen we wel over. Hebben we nog meer glazuur? Ja, we hebben heel veel. Neon Kitty, waag het niet! Nou, ik ben een zoetekaal. Je zei dat we niet zouden weten dat je er was. Nu heb je mijn fotosessie verpest. Nou, jij hebt mijn cupcakes verpest. Als je me had verteld dat jouw vriendin kwam, was dit nooit gebeurd. Ik? Jij had mij ook niet verteld dat je gezelschap zou krijgen. En wat moet ik nou doen met mijn schilderij? Wat moet ik in vredesnaam nou weer gaan doen met de cupcakes? Ik ben er geweest. Het was te gek. Ook. Ik heb de sneeuwbol gekocht. Ik verzamel ze net als jij. Niet waar. Jullie queens kunnen het echt goed vinden met elkaar. Zeker weten. We hebben allebei een jetset leven. Oh, hey, ik heb een ideetje. Wat als we deze twee projecten samen gaan filmen? Ja, dat zou leuk zijn. Samen gaan filmen? Hoe zou dat werken? Cupcakes en kunst gaan niet echt samen. Ah, geloof mij maar. De lekkerste cupcakes ooit. Je moet naar het restaurant van House of Surprises. Ja, dat was geweldig. Ja, om beide stukken zo in elkaar te zetten was echt een fantastisch idee, Queens. En Swag, het spijt me dat ik niet had gezegd dat Sunset zou komen. Mijn fout. Geen zorgen, Royal Bee. Ik had jou ook over City Babe moeten vertellen. Vanaf nu houden we elkaar op de hoogte. Deal. Fijn dat jullie twee op één lijn zitten, want Sunset en ik zitten dat ook. We vonden het zo leuk om samen te werken, dat we besloten hebben om samen te gaan reizen. Ja, we gaan de wereld rond en proberen een woestijn te vinden met sneeuw erop. Die moet er vast wel te vinden zijn, want sneeuwbollen liegen niet. Dat is pittig.
Moet wel, zus. Ik ga er helemaal voor. Kan ik helpen? Ik kan goed kunst maken, kunst taggen, kunst zijn. Excellente! Ik ben er het eerst! Ik zou de race kunnen winnen! Hey, Sir Wilbebe! Wat is er aan de hand? Ik doe mee aan de Awesome Race! Het televisieprogramma over speurtochten rond de wereld! Oh, ik hou van die show! Zie, en de volgende aanwijzing leidde me naar jouw huis! Wauw! Ja, ik heb ons online ingeschreven! Dat is zo cool! De aanwijzing zegt... Vang nu de gouden verrassing die zich vlak voor je neus bevindt. Weet je wat dit raadsel betekent? Nou, er zijn veel goudkleurige spullen te vinden in dit huis. En al helemaal deze Queen's glamorous outfit. Nou, jij bent het niet. Dus ik kan maar beter gaan rondkijken. Immediatamente! De andere deelnemers kunnen nu elk moment... aankomen. De gouden verrassing! Ik moet het vinden! Ik ben helemaal hierheen gereisd vanaf Heartbreak Lake! Ik kom helemaal uit Queen Island en ik ga hem als eerst vinden. Nu ben ik mijn voorsprong kwijt. Hey, wij Queens houden allemaal van de show. Wat als we samenwerken met jullie drieën om het raadsel op te lossen? Zie! We doen het! Ik vraag me af wat de gouden verrassing is. Oeh, pomegranate splash. Oeh, let's sparkle. Kawaii Queen, we moeten ons concentreren. Misschien is er iets van goud in de kast. Oké, ik kijk alle schoenen na. Er moet hier een gouden zijn. Oeh, geweldige hakken. En kijk deze laarzen. Geen gouden schoenen, maar ik moet deze proberen. Nu heb ik alleen nog wat parfum nodig. Goud! Wow. Nou, ze noemen dit het House of Surprises. Laten we buiten het kader denken. Is er iets in het restaurant wat van goud is? Nee, er is niets. Wacht! Alleen mosterd. Sorry, Spirit Queen. Geniet van je hamburger. Woehoe! Rolletje, wacht! Huh? Oh. Waarom deed je dat nou? Je oorbel, hij ziet er... Oh, het spijt me. Maar mooie oorbel. Kijk maar eens. Oké, MC Swag. Je hebt stijl. Oh, daar is niets. Kom op, laten we op het dak kijken. Oh, alleen stickers. Maar ik krijg een gouden ster voor het proberen. De gouden verrassing moet hier ergens zijn. Ik voel de sfeer. Is er een verrassing? En het is goud? Waar? Daar! Oh, wacht. En mijn haar zit nog steeds perfect. Heb eens, het is een snoeppapiertje.
Sorry, ik had een snackaanval. Laat mij die aanwijzing nog eens lezen. Oeps, mijn fout. Ik pak hem wel. Kijk! Een geheim bericht? Vraag me af wat het betekent. Een zon met een pijl die naar beneden wijst. Ik weet het! 50% korting op alle zomerjurken! We hebben overal gezocht. Ja, en de geheime boodschap. Zo moeilijk te achterhalen. We gaan het raadsel nooit oplossen. Niet te boos worden. Kijk, de zon gaat onder. Is het niet mooi? Zeker weten. Selfie tijd. Dat is het. Kijk, zon neer. De zonsondergang. Je hebt gelijk. Het is de grote verrassing vlak voor onze neus. De mooie zonsondergang. Ja. Wat? Ik schilder al mijn selfies. Gefeliciteerd, Awesome Racers. Samen hebben jullie het raadsel opgelost. Oh. De volgende aanwijzing wacht op jullie op Star Island. Tijd om te gaan. Dag. Zie je later. Oké, okay, adios. Bedankt voor je hulp. Zie je bij de première. Gaan we naar de première van de Awesome Race? Ja! Woehoe!